Toonladders. We hebben de minor toonladders en de major toonladders hebben we al behandeld, diatonische toonladders. En nu wil ik vandaag met jullie even verder op die minor toonladders. Er zijn namelijk drie varianten. Zuiver minor hebben we al behandeld. Kan je in deze link klikken. En er zijn twee varianten op zuiver minor. Dat is namelijk harmonisch minor. Harmonisch minor is niks anders dan zuiver minor, maar dan de zevende toon van de toonladder verhogen. Ik heb hier het voorbeeld van A minor. En als ik nu de zevende toon verhoog, dan klinkt dat als volgt. Zoals je hoort klinkt het een beetje gek, een beetje Arabisch. Dus dat is harmonisch minor, alleen de zevende toon verhogen. Zuiver minor, of E major is vier kruisen, E minor is het één kruis. De zevende toon verhoog ik. Nou, in dit geval wordt het dus een dies. De D wordt een dies. Nou, de volgende manier is melodisch minor, om te zorgen dat die gekke melodietje, dus dat Arabisch er een beetje afgaat. Heb ik melodisch minor? Nou, dan verhoog ik niet alleen de zevende toon, maar ook de zesde toon. Hier zie je dat. Ik heb hier ook een voorbeeldje, kan je horen. Hier speel ik van A tot A, dus gewoon weer A minor. Nou, harmonisch was het gekke, melodisch maak ik het melodischer. De uitzondering waar ik goed op moet letten, is het feit dat ik terug weer zuiver minor speel. Dus let op, terug zuiver minor. Omhoog, de zesde en de zevende trap verhoogd. Toon verhoogd en terug is het weer gewoon. Mooi. Hey, bedankt voor het kijken en ik hoop dat je er wat aan hebt. Tot de volgende keer.